Maar dan wil ik toch wel even zeggen, tot slot, en dat meen ik echt. Een hoofdbesteller als Kees Vijfhuizen krijgen we nooit van zijn leven. Dan krijgen we die weer. Ik bedoel, het zal moeite kosten om een goede opvolger te vinden. Opvolgster kan natuurlijk ook. Ja, Kees, kijk maar niet zo benauwd. Ik wil maar zeggen, we zullen je ons altijd herinneren als een man die hield van punctueel. Van ordelijk, opruimen. Altijd en eeuwig was je... En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik je zonder zie. Altijd die gele stofjas. En vanuit die stofjas en het feit dat je soms best wel wat lang van stof was, kom ik vanzelf op het cadeau dat weer, of liever gezegd, daar heeft Wemmy dus voor gezorgd, in overleg met je dochter. Nee, Kees, je krijgt niet de zak. Het gaat om wat erin zit. Ik zou zo zeggen... Wat is er tegen een stofzuiger? Gaat het weer een beetje, Wil? Zeker. Mooi zo. Is dit van jou? Ja, dank je. Zeg, Wil. Als er nou iets is, hè? Zeg het gewoon. Ik bedoel, daar ben ik voor. Nou, stuur me dan maar meteen naar die cursus. Nee, dat bedoel ik niet. Die hele reorganisatie... Ik zie nou ook al in dat we wat erg hard van stapel liepen. Ja, precies. Ja, ik heb je misschien ook wel te veel onder druk gezet toen. Weet je? Ja, je wordt niet zomaar ziek, Wil. Nee, maar laat maar. Ik ben nou weer beter. Stuur me maar direct naar die cursus automatisering. Nee, dat hoeft niet meteen. Jawel, Henk, doe maar. Ik wil het zelf. Nou ja, als jij dat per se wil... Ja, er is alweer heel wat veranderd. Drie nieuwe erbij. Ik heb je gemist. Geloof ik niet. Ja, echt, dat zei hij. Ik zweer het je. Nou, dan had hij in die drie maanden ook wel eens langs kunnen komen. Ach, god, maar ja, die man die wil ook eens menselijk overkomen. Eet jij wel door, dametje? Je moet opschieten. Niet met je handjes. Ik zal hem als een handje helpen. Ik ga naar hem toe en ik zeg, luister eens, Henk. Je hebt toch altijd gezegd dat ik me breder moest oriënteren? Oh ja, Bosma heeft nog gebeld. Dat huis aan de Kooiweg kunnen we wel vergeten. Vraagprijs 165.000.
Wat lach je nou? Laat me dan ook maar eens een keer met die monteurs mee de sanering ingaan. Kan ik eindelijk eens zien waar ik al die jaren op papier mee bezig ben. Oh, best. Ik heb het niet tegen jou, ik praat tegen Henk. Ik dacht al, dan ben je aardig tegen me. Oh. Mama, we hebben afgesproken meteen, vlak voor de smurven, naar bed. Mijn vriendin is ziek. Is misselijk en zo. Oh, komt goed uit. Kinderopvang. Ze is niet zwanger hoor. Dan geef mij de schuld, maar luister eens. Als er geen papieren luisteren in die zak zitten, hoef je echt niet meer te zoeken. Ja, natuurlijk, Blair. Die schiet nou maar op. Hij is nat. Gerard de Wit. Nee, niks, buurvrouw. Kan je best, Koos. Hè, verdorie. Tweede plank rechts aan. En pas je op met spelen. Nu kan ik zelf half halen. Dan kan ik morgen weer vallen. En wat ik je vragen wou. Nee, zij heeft genoeg gedronken. Ik zat net te denken. Hij heeft toch wel een boertje gedaan. Wanneer heb je nou feitelijk je laatste beoordelingsgesprek gehad? Een maand is niet terug. Hoezo? Nee, dan had ik het toch goed. Dan hoef je niet meer. Maar als je zou dat dan nou niet meteen hebben. Dan heeft het geen zin. Ja, pas dan maar. Maar je bedoelt vanwege mijn sollicitatie? Ja, nee, dan heeft het geen zin om nou weer... Nee, dat dacht ik ook niet. Zoveel is er niet veranderd. Zeg, Harms, heb jij Ronnie toestemming gegeven om meteen aan de deurslag pleiten te gaan? Ja, ze vriendin is ziek. Nou, en? Ach, het is toch niet zo druk. Daar gaat het toch helemaal niet om? Ik had gezegd dat hij moest blijven. Die jongen die heeft altijd wat... Ja, toen Niels de man, toen die in het ziekenhuis lag, heb je er ook niet laten gaan. Oké. Laat hem blijven. Rauwen. Koffie, de Haag. Yoghurt, Gouda. Sigaretjes, Uithoren. Nog een pak yoghurt, Lisse. Koffie. Pak je boter, Beverwijk. Uit, joh. Niet die boter. Banaantje, Huizen. Perziken, Volendam. Aanschoten. Yes, madam. Is dit? Weet je, Wemmy, sorry, maar dit is eigenlijk meer een mannenzaak. Zeg op, kerel. Zeker weten. Ronnie zei dat zijn zak zo vol zat en... nou ja, dat toonden wij dus begrip. Mooi. Dat is heel mooi van je. Ik ben echt diep ontroerd. Wil je die rotzooi er nou wel weer even uithalen? Rotzooi? Alsjeblieft. Hoor je dat, Ronnie? Geen geintjes, hè, Aad. Eerst even de derde slag eruit. En ik had ze een mooie bestemming gegeven. Ja, schiet nou maar op, hè. Help even mee. En jij blijft, broer.
Wat is er? Nou. Voel je niet lekker? Iets met thuis. Vroeg je wat? Bemoei je met je eigen zaken. Herra Fluiting! Je mannetje! En denk eraan op Esther's mama. Hè? Ja. Dag. Extra dienstje draaien. Wanneer? Woensdag 22, middagavond. Oké. Sorry! Woensdag kan ik niet. Een hoofdbestellersdienst. Ja, jammer. Geeft niet. Ga ik naar de concurrent. Heb je dat ingevuld? Hij moet zelf nog opgevangen worden. Zorg nou dat er eerst eens een hondenopvang komt. Mijn vrouw wil ook graag wel weer werken, maar wij hebben twee van zulke honden bij. Woef! Ja, ja, even wachten. Puur eigen belang, jongens en Chris. Omdat jouw vrouw nou toevallig werkt, hoeven wij dat toch niet veel te draaien? Hou jij een vrouwtje maar lekker binnen, joh. Ah, dat wil ze zelf. Ja, joh, tuurlijk. Geef je daar je goede geld aan. Allemaal koude vrouwen, joh. Geen brievenbus te zien. Heren, kan ik nog wat formulieren over die kinderopvang terugkrijgen? Tuurlijk, Gerard. Zonde, joh. Van die pagina. Ja, ja. Helemaal ingevuld. Ik begrijp dat jullie dit nodig hebben om aan je trekken te komen. Jij niet, hè, Pieter? Nou, voor mij, en ik ben blij dat u mij die vraag stelt, voor mij zou de wereld er inderdaad een stuk relaxter uitzien als man en vrouw gewoon gelijk zijn. Maar rot nou gauw op, man. Dan moet je dan een kindje maken, man. Ik bedoel, dus gelijk behandeld. Natuurlijk, Gerard, begrijp ik. Dan zal ik jou dan gelijk zo behandeling geven als mevrouw. Ga vast maar liggen. Spijt me voor je. Ik doe het niet met kerels. Zo. En welke scheidluis durf me nu nog een formulier te geven? Verder. Donderdag. Heb ik dienst? Dat geeft niet. Sollicitatie toe, dat valt binnen de diensttijd. Oh, sorry, ik wist niet dat... Nee, dat geeft niet. Wij zijn wel klaar, dacht ik. Donderdag dus. Ja. Kom voor het enquêteformulier. Ja, dat heeft mijn vrouw ingevuld. Mijns heb je, hè? Ja. Voor ik het vergeet, dat extra dienstje wat je vroeg, heb ik kunnen regelen. Oh, is geen probleem. Jawel, maar ik blijk dus nu toch te kunnen, dus... Nee, dat hoeft niet. Ja, maar ik heb nou net wat kunnen regelen. Heel lastig. Met veel geschuif en zo. Mijn vrouw heeft nou alles moeten omgooien. Ja, dat is nou weer bij haar aanklop. Ze ziet me aankomen. Waarom ik niet? Die twee jongens mogen morgen toch ook? Stel je nou eens voor. Dan moet je een put graven, een echte put, in het asfalt. Nou en, dacht je dat ik geen put kon graven? Desnoods met een theelepel, maar die put die komt er. Ach Wil, dat meen je niet.
Ik bedoel, dan moet je naar een abonnee. En dan moet je een kabel moet je spijkeren. En dan staan we daar in het trapportaal. Nou, dan zie jou die ladder al opgaan. In een rok, zeker. Wil, dat kan ik toch niet maken? Dacht je dat ik dat spijkertje niet in die muur kreeg? Nee, Wil. Nee en nog eens nee. Over mijn lijken. Nou, ga alvast maar liggen dan. Stolk? Ja. Hallo? Nou ja, ik wou je vragen, volgende week woensdag. Ik ben gevraagd of ik een extra dienstje kan draaien. Wat heb je gezegd? Kan niet. Nou dan. Het is een hoofdbestellersdienst. Ik moet echt naar die vergadering, Gerard. Tuurlijk, tuurlijk. Als die crashtoestand, als daar geen druk achter staat... Dat weet ik, maar ze willen bekijken hoe ik dat aanpak en zo. In verband met mijn sollicitatie. Moet dat per se woensdag? Nou, dat weet ik niet. Vraag het dan. Ja, dat kan ik doen, ja. Zeg het maar. Nou, ik dacht voor één keer misschien oppas die woensdag. Ja, als jij dat regelt. Tuurlijk, tuurlijk. Dat je daarvoor belt. Nee, maar het gaat er ook om, heb ik geregeld. Morgen tussen de middag kunnen we dat huis aan de Zonnelaan bekijken. Prima, maar ik sta dus nu bij mijn chef. Oh, sorry. Had ik niet begrepen. Sorry. Dag, schat. Dag. Wil, ik heb er nog eens over nagedacht. Zeg het dan maar, Gerda. Ja. Dan kan ik ook niks doen. Ja, nou gewoon. Ik wil weten wat er staat. Waar staat? In die brief. Ik moest een brief ondertekenen. Ik kreeg ineens de kans om het goed te lezen. Van wie moest het dan? Van Harmsen. Waarom? Waarom? Omdat ik zo achterbleef. Want het jukt als de kleren. En als Koos dan thuis op moet passen... Dat is je man. Mijn vriend, die kan daar heel slecht tegen, heel slecht... Maar daar kan dat kind niks aan doen, want dat jeukt als de hel. En dat weet Koos ook wel. Maar, nou ja, gewoon... Hij wordt agressief. Hij moet bellen, dat weet hij. Maar ja, dan wordt Harmsen weer pissig dat hij belt en dan... Neem dan verlof. Verpleegverlof. Ja, maar als ik dat doe... Ik ben dus nog in mijn proeftijd en Koos die is... Die heeft ook niks... Ik praat met Harms. Er brandt nog wat. Ik dacht dat je sliep. Bijna. Ik heb je nog gebeld. Wanneer dan?
lag ik er al in. Nog koud. Doe maar niet. Ben je ziek? Nee, gewoon. Ik kwam vroeg naar bed. Moe. Henk Stol kan gewoon niet hebben dat ik toch met die monteurs meega. Dat is lullig. Toen ik zei dat Van Steenwijk had gezegd dat het goed was, toen zei hij niks meer. Nee, dat niet. Nou dan? Die jonge jongen, weet je waar ik je van vertelde? Die Johnny. Die ik heb geleerd hoe je werkorders moet invullen. Die was vanmiddag al bij Henk voor die cursus. Welke cursus? Zelfde als ik, cursus automatisering. Nou, ik vraag aan Lia, ja hoor, die gaat volgende week. Nou, daarna aan die jongen, ook. En ik hoor niks. Nou, die cursus is toch voor iedereen? Ja, maar zij zijn pas nieuw en mogen meteen. En ik kan na 9 jaar nog wachten. Ga dat nou doen. Ach, Gerard, je weet toch precies hoe dat gaat? Ja, nee, ja, natuurlijk, ja, je bent wel aan de beurt. Nou, waarom hoor ik dan niks, Henk? Ja, nee, ja, als je per se wil, ja, natuurlijk. Nou, klaar ben je. Het zijn woorden, Gerard, woorden, makkelijk. Maar als puntje bij paaltje komt... Mama. Ja, dan hebben ze dat alleen maar gezegd. Waarom belde je eigenlijk? Felicitaties, Ronnie. Je gaat trouwen, hoor ik. Ja, moet wel. Hé, klote ding. Oh, dan hebben ze beneden de deur open laten staan. Hé, hé! Waar blijf je nou? Ja, de lift stond stil. Waar is je kar? Nou, kom op jongens, aan de slag. Hij heeft meer aan een boormachine nou. Zo uit. Waar heb je hem laten staan? Om de 12e. Nou dan. Moet ik het soms doen? Kom op, Aad, het is tijd voor de derde slag. Hoogste tijd. Even koffie.
er nog over gehad met Harms? Ja, ik zie hem zo. Hé, heb jij die kar van mij soms de lift in gedaan? Hoezo? Ja, hier hoef je niet te zoeken. Klem. Daar heb ik ook vaak last van. Oké, en nou alles eruit. Nog niet. Nou, ben je beneden geweest? Daar kom ik net vandaan, er staat geen kar. Ronnie, zo kan je toch niet trouwen? Beneden is het weer een puinhoop. Mag ik vragen wie er staat? Ze wel een beetje aardig blijven, hè? Ook al is het je concurrenten. Dat heeft absoluut niks te maken met dat zij toevallig een vrouw is. Trouwens, ik heb geen concurrenten. Ik heb enkel collega's. Nee. Wemmy heeft namelijk ook gesolliciteerd. Wat zo, bestel? Oh. Ik zou me dus maar geen zorgen maken. Toch mag ik je wel. Ergens mag ik je wel. Ja, ja. Mag jij raden waar? Ik heb zo'n vermoedens. Kan ik iets voor je doen? Nee, hoezo? Slijmbal. Sloot? Nee, daar hebben we nooit gekeken, nee. Is die goed nou? Metertje slaat niet uit. Goed, dan kun je in de mond steken. Maar dan zijn ze wel bijna klaar met bouwen, dan moet je wel gauw zijn. Wat moeten die kosten? 130, 140.000, hangt er vanaf. Heren, wilt u koffie? Nou mevrouw, dat slaan we niet af. Graag alles toch op in de rand. Voor mij zwart graag. Moet ik met die rode beginnen? Oh, u hoort er ook bij? Nou weet ik dat je zal zeggen, ja, maar daar mag je geen rekening mee houden. Maar de invloed die jij hebt op bepaalde deelprocessen in dit gebouw, dat is nou niet zo. Ja, nou kan het misschien best wezen dat de mensen op de werkvloer, dat die daar mede schuldig aan zijn, omdat het mannen zijn en jij bent een vrouw, dat kan best. Maar wij als hoofdbestellers zitten nu eenmaal met dat gebak. Ik bedoel, Zakkerijk. Ja? Ja, er zijn bepaalde mannen die zijn sowieso niet gediend voor leiding. Hebben mijn mannelijke collega's ook problemen mee. Nee, maar het is ons toch gebleken dat zodra... Ik hoor wel eens van die jongens, ik heb liever met jou te maken dan met een ander. Dus het werkt ook de andere kant op. Toch? Ja, dan weten we waar we aan toe zijn. Maar is dat in jouw beleving de meerderheid? Nou, het wordt steeds meer. Ja, nou ja, bij ons blijkt dus gewoon... Het wordt steeds meer. Je geeft dus zelf, geef je aan dat er twijfels zijn. Geen twijfels. Het is gewoon een voldongen feit dat als je leiding moet geven aan mannen als enige vrouw, dat je dan in het begin, dat je daar tegensputteringen bij hebt. Het is mannelijk, is logisch. Ze zien dat je van wanten weet. Dan komt dat dus feitelijk te laat eigenlijk, die crash.
Ja, voor ons wel, ja. Ik kon tot nog toe ook alleen maar halve dagen werken. Ik zal hem zomaar even gaan inpakken. Oh, kan ik nog eventjes bellen? Nou, en dat je af en toe wel eens fel naar voren kan komen, dat vind ik... Ja, dat is wel plezierig. Je doet het gericht, zelf op tijd koffie halen, hartstikke goed. Nou, koffie halen, mag ik dat zeggen? Dat doe ik de laatste tijd ook niet meer, dat is anders geworden. Nou ja, goed, men haalt en jij schenkt in, dus... Nou, ook niet altijd. Ik heb er een chef expeditie in laten schenken. Nou ja, goed, dat staat ons wel allemaal aan en zo. Betrekken medewerkers in het te voeren beleid. Nou, dat kan je van twee kanten, kan je dat bekijken. Armse heer. Hallo. Ja, monumentje, ik zal hem even roepen. Gerard de Wit, telefoon. Neem je op 214. Ja, ik ben nog even langs huis geweest, laarzen gehaald. En wat dacht je? Er lag een brief van de directie, dus ik dacht, ja, tuurlijk. Ik denk, ik maak hem direct open, kan ik je als eerste feliciteren. Maar wat dacht je? Ging het over die crash? Ja, dat gaat nu definitief, gaat dat dus door. Hey, gefeliciteerd! Hey, fantastisch! Is het al officieel? Maar van wie hoorde je dat dan? Nou, dat was weer zo'n puntje. Bestaat uit meerdere puntjes natuurlijk. Personeelsinzet. Nou, daar hebben we totaal geen moeite mee. Want de vakkennis, nou, die heb je. Je weet waar je iemand moet neerzetten qua kennis. Dus dat is voor ons niet het probleem. Vertelde net dat ze ook aan het bouwen zijn in Oversloot. Kan die nou? Ja, premiekoop, ja. Eensgezins met tuin. Hallo? Hallo? Wat kom jij hier doen? Gaat het? Sta je wel eens achter een CFC-machine, ken jij dat? Nou, ik vul meestal de bakken. CFC krijgt nooit de kans om in de bak te komen. Er staat altijd een man voor mijn neus. Ja, ja. Ja, vrouwen kunnen niet met machines omgaan, hè. Maar thuis mag ik wel alle stekkers repareren. Nou, dat zou ik niet durven zeggen, hoor. Die conclusie hoor je mij niet trekken. Nee, maar ik bedoel dat als er gevraagd wordt in te vallen bij het CFC... dan staat er meestal altijd een hoofdbesteller voor mijn neus... die gauw aan het machinaal gedeelte wil. Ja, omdat hij dat graag wil, denk ik. Ja, omdat hij dat graag wil, ja. Ik ben blij dat je erover begint. Het zit namelijk zo, helaas. Nou, vrij simpel. Die automatiseringscursus zit voorlopig vol. Dus ik kan helemaal niet? Ja, natuurlijk wel. Volgende keer. Ik moest eerst die nieuwkomers, toch? Ik bedoel, jij weet wat je doen moet. Jij hebt me hier met alle geweld naartoe gereorganiseerd. Ik moest niet alleen het technisch overzicht doen, ook het ABMA-werk en alles. Vanaf dat de klant binnenkomt. En wat doe ik? Ik vul alleen die bonnetjes in. En als ik dan zie... Ja, ik word hier helemaal gek van. Je ziet, er zijn diverse punten waarop je volgens ons wel goed scoort. Maar eigenlijk de belangrijkste, daar scoor je niet zo best. Nou ja, je geeft zelf al aan dat er een lichte verbetering in is. Wij hebben dat nog niet gesignaleerd, maar... Ik kan me voorstellen dat jij als vrouw zijnde, dat je er meer moeite mee hebt... en dat er een langere ingroeiperiode nodig is. Je zou misschien ook kunnen denken, je wilt je baan interessanter maken, ja. Dan zou je misschien ook eens kunnen denken aan de KTA-sector... in plaats van op de werkvloer met mannen. Ja, ik vind wat u nu zegt, dat vind ik echt afschepen. Oh. Ja. Jullie willen hier gewoon een mannenmaatschappij houden, dat blijkt... Wordt wel opgelet als er iets misgaat en als het goed gaat, wordt niet eens geserieerd. Nee, we willen hier helemaal geen enkele maatschappij. Maar als we hier meer werkende vrouwen zouden hebben, dus gemixt... dan zou het verstandiger zijn er een vrouw voor te zetten. Nu het enkel nog een mannenmaatschappij is. En dat is een persoonlijke mening van mij, ja. Die ik niet in mijn beoordeling tot uitdrukking mag brengen.
zal ik ook niet doen. Omdat ik toevallig een vrouw ben. Hoe kom je daar nou bij? Dat heeft er absoluut niks mee te maken. Ik bedoel, ik moet gewoon kiezen. En dan kies ik natuurlijk niet voor een parttimer die er al lang zit en die toch geen hogere rang kan krijgen. Hogere rang, hogere rang? Henk, ik wil gewoon weten wat ik doen moet. Echt, ik beloof je, de volgende keer ben jij aan de beurt. Nee, Henk, nu! Nu! Nou, Henk, wegwezen. Moet inpakken. Ja, wat wil je nou? Ik bedoel, ik kan toch niet... Als waar is wat ik hoor. Wat hoor? Ons advies in zaken de opvolging Kees Pijphuizen. Van wie heb je dat nou weer? Ik pik dit niet. Absoluut niet. Geen sprake van. Mijn advies... Oh, zo'n advies is nooit bindend. Doe het van de nood. Nou, deden we daar dan moeilijk over? Nou dan. Maar dit is wel even totaal anders. God zal me lief hebben. Hoezo? Waarom anders? Waarom? Waarom? Om er iets te noemen, Gerrit heeft een veel hogere anciëniteit dan zij. Is dat zo belangrijk? Zegt het iets over geschiktheid? Zeg nou zelf. En Wemmie heeft weer een betere opleiding. Zegt ook niks. Nee, precies. Het gaat gewoon om het dagelijks praktijkgebeuren. Nou, mijn idee. En daarom, zeg je wel toch niet beweren dat Gerrit daarin minder is? Nee, maar Wemmie ook niet. En in zo'n geval geven wij voorrang aan vrouwen. Oh, enkel omdat zij vrouw zijn? Als ze even geschikt zijn. Vrouwen pakken de dingen soms anders aan. Nou en, kunnen wij niet. Dat is nou net wat we missen hier. Nou zitten we hier maar met een eenzijdig mannenclubje. Hè? En als een vrouw zich daarin weet te handhaven, nou al. Dan is dat toch een pre? Dat is onzin. Dat geldt voor iedereen. Gerard heeft er zich ook in moeten vechten, net zo goed. En als ik dan zie, als zij er staat, wat voor een puinhoop het is daar bij de zakkenrek. Bij wie nou niet, Johan? Bij wie nou niet? Niet bij mij. Niet bij mij. En ik zal je wel vertellen, als dat zo doorgaat met haar, dan vraag ik overplaatsing aan, subiet. Kom zeg, maak het nou, dat kan je niet verkopen. Overplaatsing. Alleen omdat zij... Nee, dat gaat niet. Dat gelooft niemand. Oh nee? Oh nee? Jij hebt makkelijk lullen, Van Tegelen. Ja, overkomt dat niet. Maar wat zou jij doen, hè, als in jouw geval plotseling een vrouw... Ik noem maar iets. Heb jij Gerard gezien? Heb jij Gerard gezien? Heb jij Gerard gezien? Gerard ook gezien. Hey, Polly, ben jij, hè? Ja, ja. Ga je mee even zeker van hier? Nee, ik moet even zo zijn. Ga je goed? Hé, dan. Even sigaretten. Waarom hoor ik niks? Oh, sorry. Ik zag je niet. Kan ik die brief nou lezen? Ja, die brief, ja, natuurlijk. Ja, ik heb het er met hem over gehad, is waar ook. Maak je maar geen zorgen. Wat staat erin dan? Nou, gewoon dat als jij hier werken wilt, echt werken, dat je dan ook moet zorgen dat het kan. Dat wil zeggen... Je hebt toch wel gezegd dat ik nee, echt niet... Nee. Laat mij nou even, ja. Kijk, Gerda. Het is natuurlijk wel zo dat als jij werken wilt, maar niet werken kan omdat thuis een rotzootje is, ja, dan kan jij daar misschien niks aan doen, maar hier het bedrijf ook niet. Wij zijn geen liefdadige instelling. Daar heeft Harm ze gelijk in. Trouwens, we kunnen er geen rekening mee houden dat jij hier eigenlijk naartoe vlucht terwijl je het gewoon niet aan kan. Thuis niet, hier niet, je kind en zo, je kerel. Staat dat erin? Ja, zoiets ja. Kijk, wij zien gewoon dat jij niet presteert wat je eigenlijk presteren moet. En als het nou luiigheid is of iets anders. Ja, maar jij
jij zo. Nee, Gerda, niet ik. Jij. Jij moet ervoor zorgen dat het in orde komt. En geen smoesjes en traantjes en dit en dat. Want zo hebben we allemaal al wat. Zie je wel. Klootzak. Besteller, voorman. Mama, wat een ding. Wat dingetje. Ah ja, Erik. Jongens, passen jullie op? Ja. Kijk niet erg gelukkig. Ja, prachtig. Prachtig huis. Morgen meteen erop af. Morgen naar Van Steenwijk. Bouwfonds. Ook. Best een grote tuin nog. Ja, meneer Van Steenwijk. Ik wil nu die cursus. Nu. Of ik vraag overplaatsing. Ik zou het niet doen. Jij nou ook al? Als Hink hem vertelt dat jij me in die kou gelazerd hebt. Dat doet hij niet. Dat durft hij niet. Zo werkt dat nou ook wel weer. Ja. Jij kan tenminste nog wat doen. Wat een uitzicht, hè? En dat blijft zo.